Goedemorgen. Het is vandaag 23 december. En het is nog iets wat vroeg, zoals je aan mijn hoofd wel kan zien. Maar ik had beloofd hem naar het station te brengen, want hij heeft vandaag afgesproken met de twee maatjes van hem. Die Portugese jongens die bij Moeke heeft ontmoet. Daarvoor zou ik hem even naar de klomp brengen. Want nu in de vakantie rijden de bussen heel flut. Hey. Dus ik heb hem snel aangekleed. En ik heb aan. Nou, wat hebben we aan vandaag? De luipaardbroek van de Zara. Met het zwarte vest van Shein en gewoon een zwart hemdje. En witte schoenen. Ik ben echt nog niet wakker. Sorry jongens. Oh, die oogjes zijn ook zo klein. Ja, ik breng hem even weg. En dan hoop ik dat ik daarna iets frisser voor de dag kom. De boy loopt net weg. Ik moet dus vandaag weer wat Vinted pakketjes op de bus doen. Maar ik moet eerst even doosjes fixen. Dus ik ga even naar de supermarkt. Ja, dus bij de buurvrouw stond een doos voor de deur. Met ja, duidelijk van een kerstpakket met alleen maar soort van versiersel erin. En zo in lege kleine doosjes. Dus ik bel aan. Ik zeg, gaat deze doos weg? En ze kijkt me echt aan, jongen. Ik heb werkelijk waar. Ik heb volgens mij nog nooit bij de buurvrouw aangebeld. En ze zegt ja. Ik zeg, mag ik hem hebben? Want ik moet iets opsturen. Ja hoor. Maar wel ook alles wat erin zit dan. Ja, dat is goed. Maar echt, ze dacht volgens mij echt dat ik gek geworden was. Maar ze vond het wel een mooi deal. Dus in ieder geval heb ik één doosje. Want in één iemand heeft drie kledingstukken gekocht. Dus daar moet ik even een groot doosje voor hebben. Ik kom dus langs de McDonald's als ik naar de klomp ga. En die heeft vandaag twee burgers voor 4 euro. Maar ik ga het niet doen. Ik ga het zeker niet doen. Dus echt geen ontbijt. En ik heb dus deze broek aan vandaag. En hij ging gewoon dicht. En ik weet dat ik deze broek drie weken toen ik net terug was op vakantie probeerde ik het. En het deed me zeer. Hij zit nog steeds wel strak, moet ik eerlijk zeggen. Hij zit nog steeds strak, maar ik heb hem dicht en het is niet te oncomfortabel om ermee te leven. Dus ik ga dit gewoon echt eventjes doorzetten nog. Ik zou mijn moeder appen of we vanavond konden komen eten. Want Godrik heeft echt geprobeerd om met kerst vrij te krijgen. En hij dacht dat het hem ging lukken, maar dat is dus niet gelukt. Hij moet alle tweede kerstdagen werken. En ik baal er echt heel erg van. Want nou heeft hij nog steeds mijn broers niet ontmoet. En ik dacht echt dat het met kerst ging gebeuren. En dat gaat dus niet gebeuren. En ik neem het niet kwalijk. Echt niet. Want ja, met een nieuwe baan is het gewoon best wel moeilijk. En ze hebben vanaf het begin gezegd van ja, we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Maar we kunnen het niet beloven. Dus ja, het is gewoon zo uitgepakt. En that's life. Maar ja, dus willen we vanavond even gaan eten. Zodat hij even kan uitleggen vanuit het spijt me. En dan hebben ze hem toch voor het nieuwe jaar nog heel even gezien. Ja, en mijn broers, dat wordt 2020 dan. Pakketjes staan er weer klaar voor. En ik heb dus bij de Kruidvat, dat was 1 plus 1 gratis op alle mascara's. Maar ja, dat gaan jullie natuurlijk te laat zien. Maar ik heb dus, hij vindt het moeilijk om dit scherp te stellen. Yes, twee verschillende gekocht. Alle twee wel van Essence. Volume Hero en I Love Extreme. Ik kon me de laatste keer dat ik een mascara had gekocht überhaupt niet herinneren. Dus dat zegt wel dat het tijd is voor een nieuwe. En een wenkbrauwpotloodje, want de mijne was bijna op. En deze ga ik gelijk eventjes proberen. Terwijl ik nieuwe spullen aan het, op de foto aan het zetten ben voor Vinted, verkoop ik gewoon nog een paar schoenen. En ik denk echt, shit, ik heb echt net alles klaarstaan en die foto's uitgeprint. Ik moet echt een printer hebben. Dat is wel een dingetje wat ik echt vaak mis in mijn leven. Maar het goede nieuws is, ik heb wel echt weer lekker veel dingetjes op de foto gezet. Dus die ga ik zo meteen allemaal op Vinted zetten. Wat betreft de mascara. Ik heb dus één oog wat echt niet meewerkt. Dat is het oog waarop ik slaap. Dat is deze. Daar zit hier echt zo'n gedeelte wat echt nergens heen wil. Maar het oog waarop ik niet slaap is best wel mooi. Zie je dat? Ik heb een klein beetje zwart, dus dat zal ik nog even weghalen. Maar voor 3 euro vind ik het zeker een goede mascara.
Ja, die schoenen. Ja, het is gewoon... Ik ga vanavond dus ook naar mijn ouders. Dus dan kan ik eventueel wel uitprinten. Maar om het nog voor de kerst weg te krijgen, wordt wel lastig. Oké, de pakketjes zijn weg. Ik ga nu even door naar het gemeentehuis. Om de zakken voor plastic op te halen. Want dat had ik nog niet gedaan. En ik heb momenteel echt gewoon heel erg behoefte aan die zakken. Ik heb volgens mij anderhalve vuilniszak vol. Oh. En als je tegen gewone vuilniszak stopt, kan ik me herinneren, krijg je een boete. Dus dat moet ik even oplossen. En het wordt waarschijnlijk vanavond niks. Want mijn vader moet natuurlijk badmintonnen, want die is maandag. Dus hij eet heel vroeg. En omdat Goederik in Arnhem is, en ik weet niet precies hoe laat hij terug is. Dus ik heb gezegd, nou, laten we het dan maar even uitstellen. Want ja, als zij om 5 uur al gaan eten. En hij gaat waarschijnlijk ook dik vet lunchen. Dus dat wordt hem dan maar even niet. Ja, ik had zelf kunnen gaan, maar dat is ook zo lullig. Hij komt thuis en dan zegt hij, ik heb een kerstcadeautje. En ondertussen is Madinka ook nog aan de... You know that I was saying that I was really embarrassed, is that I can't wrap a Christmas gift. You wrapped this yourself? I didn't wrap it. Like some old lady helped me wrap it. Because I don't know how to wrap it. Oh my god. This is so sweet. Oh my god. Yeah. Het is een microfoon voor zangvideo's. Kom hier. Thank you so much. You're welcome. That's so sweet. You want it for months and I was like... It's Christmas. You're crazy, but so sweet. Yeah. The paper is here. Because it says it's USB, okay, but I don't know what Mac it's in, so you just change your phone. Thank you. I have a gift for you too. Ik roep inderdaad echt al maanden dat ik weer zangvideo's wil gaan maken, maar elke keer doe ik het niet. Oh, mijn dikke vlekken op de grond. Ja, dat is echt super lief. Dit is echt bizar. Jongens, dit is zo... lief, ik ben echt... Oh, ik had gewoon tranen in mijn ogen. Deze jongen... Die... Wie doet dat nou voor je? Terwijl ik mezelf zo tegen zit te houden met dit soort dingen. En hij koopt gewoon een zangmicrofoon voor mij. Oh my... Ja, ik word ook helemaal... Ik wil gewoon nu het liefst een video opnemen. Oh, wauw. Maar als we het dan toch echt gaan doen en dit het moment is, vertel mij dan even of jullie het leuk vinden als ik de zangvideo's op een apart kanaal ga doen. Bijvoorbeeld eentje in de week. Of dat ik bijvoorbeeld, want vlogmas is voorbij, we gaan terug naar het gewone schema straks. En dat betekent iedere werkdag een video, maar dat ik dan bijvoorbeeld zaterdags een extra zangvideo op dit kanaal zet. Dus laat me dat even weten. Ik zal even een poll boven in beeld zetten. En dan, ik ga het sowieso doen, hoe dan ook. Het is puur de vraag, dit kanaal of een ander kanaal. En hij heeft ook nog voor me gekookt aardappels. En dit zijn kipstukjes met de roerbakgroenten en kaas, zo te zien. Yes. Ik heb weer een glaasje Nesquik voor mezelf gemaakt. En deze zit daar heel erg op te wachten. Want het is melk en hij heeft het net geroken. En ondertussen kijken we natuurlijk weer darten. Behalve hij kijkt een hele hoop geschreeuw. Vooral een hele hoop geschreeuw. Ik heb me nog even op deze keuken gestort. Ik weet niet waarom ik het aan het begin niet gefilmd heb. Nou, eigenlijk wel, want het was echt ontploft om je te schamen in 2 dagen. Maar ja, het was gewoon gebeurd. En nu heb ik alles lekker weer helemaal fris en fruitig. Kookplaat ook weer helemaal schoon. Dus we gaan schoon de kerst in. Dat is het plan. Het allerlaatste cadeautje is vandaag. En deze, weet ik toevallig, is niet alleen voor mij. Dus ik zat een beetje te twijfelen of het de bedoeling was of ik het open zou maken. Dus ik heb het even met de desbetreffende persoon overlegd. Want er staat namelijk... Dit is een leuk cadeau. Dit is een leuke kookvideo voor jouw moeder. Maar mama zei, maak jij het maar open en neem het dan maar mee.
En dit is ook gelijk de laatste. Afgezien van de tas natuurlijk, die op zichzelf al cadeau was. Nummer 6. Kookvideo voor mijn moeder. No bake stroopwafeltaart. Goede kookvideo voor mijn moeder. En goede taart voor mijn vader. Want die is toevallig echt helemaal gek op stroopwafels. Die ga ik meenemen en dan ga ik hem voor kerst aan haar geven. En dat was het. Tanja, super bedankt. Super lief. Ik heb echt genoten van het cadeautje iedere dag. Hele leuke spullen. En ik ga ze ook absoluut met heel veel plezier gebruiken. Wij hebben eigenlijk lekker gedoucht. En jij moet morgen heel vroeg op. Say what? Je moet morgen heel vroeg uit bed. Huh? Vroeg opstaan. Get up early? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mm-hmm. 8:30. En het is uiteraard gewoon weer bijna 2:30. Want het is natuurlijk helemaal normaal geworden tegenwoordig. Oh, it's late already. Ja. Dus wij gaan heel snel slapen. Bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.